Alright, welkom bij Hot Wheels Unleashed. En deze game is momenteel gratis met PlayStation Plus. Dus mocht je dat willen downloaden, heb je nou een maand de tijd om dat te doen. En ik heb deze game vanmiddag eigenlijk al opgenomen. Alleen, ik had mijn microfoon weer niet opgenomen. Want, weet je, dat probleem, dat komt vaker voor. En iedereen die telkens zegt van, Dennis, heb nou je shit op orde. Luister, telkens als er een Windows update is geweest, werkt mijn microfoon niet meer. Dus soms heb ik gewoon een update zonder dat ik het weet. En dan doet hij het niet meer, dus vandaar. Maar ja. We gaan gewoon weer een beetje racen. Ik heb voornamelijk de introductie gehad. Wat standaard races en zo. Waren wel leuke races. Kijk, dit is mijn collectie. Dit is mijn traagste auto. De Roller Toaster. Dat is een unieke naam. Maar daar heb ik hier een taxi. De Triceratruck. De Twinmill, die we kennen uit Forza. Of eigenlijk andersom, maar whatever. Een Cadillac van Gucci. En nog een Twinmill. Oh, wacht. Ik heb hem mee. Ik heb nog veel. Huh? Oh, dit is deel C. Dit heb ik niet. Nee. Deze ding heb ik niet. Dat is allemaal deel C. Maar ik heb wel dit ding. De Bump Around. En dit ding. En de RDO2. Ha. En zoals je kan zien, er zijn lootboxes in deze game. Helaas heb ik ze allemaal geopend die ik nog had. Maar we gaan die sowieso zo meteen nog een paar krijgen. Er is ook een track builder. Dus je kan je eigen banen maken. Super sick. Ik heb daar nog niet gekeken. Wij gaan voorlopig gewoon even aan de slag met de City Rumble, oftewel de campaign. Take up the challenge. Ik ben wel in voor een challenge. Ja. We moeten dus het podiumplek halen in de eerste plaats. Dan krijgen we twee verschillende challenges. Dat is een goed idee. Wat gaan wij nou gebruiken? Ik ben eigenlijk geneigd voor die Cadillac. Die reed echt fantastisch. Ik zou die Twinmill er even kunnen pakken. Dat is wel de snelste nogmaals. Kijk die stats. Die stats zijn insane. Ah, we doen even de Twinmill. Alright, boys. Wat trouwens raar is, is deze locatie waar deze baan zich afspeelt. Dit is in de... Hoe heet het ook weer? Wat heet de naam? Het is in principe je eigen woning. Daar kwam het op neer. En die kan je aanpassen. Dus alles wat je daar ziet, kan je aanpassen. Best wel grappig gedaan. Volgens mij zijn niet alle banen in je huis. Maar deze toevallig wel. Met die jukebox daar rechts en zo. Is dat vet? 3, 2, 1, let's go! En wat mij is opgevallen in deze game, is dat het een beetje voelt als een soort Mario Kart. Dus wat ik daarmee bedoel is, het is heel erg over de top. En 9 van de 10 keer ga je af door andere onzin en niet door jezelf. Zo voelt het tenminste. Ik weet niet of dat op deze baan is, maar er is een baan waarbij je een spin hebt en die... die schiet... Nee, ik vlieg buiten de baan! Oké, nou, dat is dan geweldig start. Maar je hebt een baan waarbij je een spin hebt. En die schiet allemaal van die webben. Waardoor je vast komt te zitten. En... Maar... Oh, de save. Holy shit. Ik sta tiende. Niks save. Ik sta letterlijk... Bijna laatste. Waanzinnig. Dit is 3 laps in totaal. Ik heb geen idee waar iedereen uithangt. Want ik zie maar 2 mensen rijden. En je moet ook echt veel driften in deze game. Het is volgens mij ook echt een dingetje wat je bij Mario Kart ook moet doen. Het rijdt compleet anders dan wat ik ben gewend van andere race games. Want het is gewoon super arcade-y. En dat is leuk. Alleen dat is gewoon, ja, wennen. En oeh. Alsof de bordjes. Kijk onze compact dude. Jesus. Ik rijd gewoon 6. Ik rijd in de muur. Is de laatste lap of nee? Damn, dat is nog een flinke comeback. Derde. We kunnen dit nog winnen. Ja. Wat me wel is opgevallen is dat de game dus niet echt makkelijk is. Kijk, het ziet er nou misschien wat makkelijk uit, maar ik zo snel terugkom. Maar rij je nou op normal difficulty, dus het kan ook moeilijker. Maar zo eerst maar eens kijken of we hier kunnen winnen. Oh boy. Niet buiten de baan vliegen. De laatste bocht. Nee, ik zit vast in de vangrail. Wanneer is de finish? Tweede plaats. Ik had gehoopt dat de finish 1 bocht verderop zat. We hebben een podiumplek. We krijgen een profile customization. Amazing. En 40 coins. We hebben er 500 nodig om 1 crate te openen. Is dat... Yay. You've stumbled upon your first secret. Yet another trap laid by the evil bosses. Huh? Ik kan het niet starten. Ik kan het niet starten. Letterlijk. Waarschijnlijk moet ik eerst deze dan halen. Denk ik. Weet je wat we doen? We gaan eerst even hier omhoog. Dit heet Unbeatable. Ik krijg maar 30 sterren voor. Of sterren. Het zijn coins, geen sterren. Ik heb het idee dat die Twinmill ook gewoon te snel is.
Waarschijnlijk is er iets als die dodge is een betere keuze. Ik weet niet hoe snel deze is. Deze heeft ook... Oh, check die braking. Oh. Deze auto heeft geen brakes. Ik ga voor de Gucci-mobiel. Dit ding is nice. Kijk, joh. Kijk die monster terug, joh. Die is zo groot. Volgens mij reed er ook een tank mee dat ik net zag. 3, 2, 1. Is er een boost? Ik heb geen idee. Hier, daar heb je een tank. Lijkt tenminste op een tank. Ik weet niet wat het was. Ja, dat is een tank. Super vet hoor. En ik denk dat... Is dat een brandweerauto? Dat is een monster truck brandweerauto. Oké. Okay. Nou heb ik alles gezien. En dat is een hekje. Nice. Ik denk dat deze game beter zou zijn als ze een soort van Mario Kart mode zouden adden. Dus denk aan allerlei gekke power-ups die je kan oppakken. Ik denk dat dat nice zou zijn. Misschien niet dat ze de hele game daarvoor maken, maar gewoon een extra mode. Dat zou waarschijnlijk wel tof zijn. Maar dan krijg je waarschijnlijk weer allemaal het geklaar van... je bent een Mario Kart clone, wat je dan in theorie bent. Maar is dat erg? I don't know. En oh, maar hij tweede. Ik dacht wat derde reden. Nou rijd ik derde. Deze auto rijdt al fijn. Mag gezegd worden. Dit ding is nice. En we gaan deze Macri voor ons nou inhalen. Ik weet niet wat het is. Een Honda S2000 blijkbaar. Oh, kijk hem driften. Dat is echt een dingetje in deze game. Je moet echt veel driften volgens mij. Beetje lastig is om dat onder controle te krijgen. Maar als het lukt, is het wel nice. En ik kom deze Honda maar niet voorbij, jongen. Er komt iets mij voorbij gevlogen, volgens mij. Oh, ik weet niet wat het is. Er zit iets... Ah, recht achter ons. Dit is de laatste lap. Dit is nu of nooit. Come on, buddy. Come on, buddy. Ik moet die boosters ook meepakken, man. Ik mis ze telkens. Het voelt een beetje nutteloos, dit, man. Ik kan hem er niet bij houden. Als hij nou eens even tegen zo'n hekje aanrijdt. Come on. Je komt ze met één race winnen. Ik ga gewoon niet sneller. Oh, we hebben nou een boost. Ik ga gewoon steeds sneller. Iedere keer als ik een klein beetje in de buurt lijkt te komen, dan vliegt hij gewoon weg, jongen. Maat! Back to back tweede plaats. Wat triest. Wat zonde, man. Ik kon hem gewoon niet bijhouden. Hij was gewoon te snel. Ja, ik heb wel puntjes gekregen. En als het goed is dat nou voldoende voor een crate? Even kijken. Wat gaat het zijn? It's rares. De solid muscle. It's common. Het is geen lelijk ding. Stats zijn ook wel nice. Ze zijn allemaal heel erg mooi in het midden. Try your luck. Oh, dit is een rare. Deze heeft nog betere stats. Dit is een draak. Wat zijn al die Hot Wheels auto's geworden tegenwoordig, man? Dit is 2017. Interesting. Yes. Ik kan hem wel uitproberen nou. En dit is een time attack dingetje. Kunnen we doen. En daarboven hebben wij gewoon een race. Weet je wat we doen? We gaan onze nieuwe auto proberen. Onze Dragon Blaster. Rated R for mature. Hey, daar hebben we de Mystery Machine. Van Scooby-Doo, right? En een Senna. Die is ook vet. Die Senna zou ik wel willen hebben. En ik had weer een waanzinnig slechte start. Ik doe daar echt iets verkeerd. Dat kan niet anders. Ik ben telkens zo traag weg vergeleken met hun. Het scheelt zoveel. Nou, het is dan een turtle. Dat is letterlijk een... Oh, dat is een ninja turtle. Oké. Wee! Ja, ik denk dat we deze baan wel... of deze race wel gaan winnen. I believe. Oh, maar ik kon naar rechts, maatje. Dankjewel. Weg. Kijk, we rijden al tweede. Klappen nog even een boost op. Oh, gaat het. Nee! Ik ging te snel. Oké, we staan weer tiende. Het mag niet, jongen. Ik zeg het je, deze game is zo vergelijkbaar met Mario. Het voelt gewoon allemaal zo buiten je macht. Alles wat er gebeurt. Je hoopt op het beste en je ziet maar wat er gebeurt. En dat is niet helemaal het geval, want je kunt gewoon beter rijden natuurlijk, maar... Het voelt gewoon zo random. En we zijn trouwens alweer derde, damn. Harde comeback. Dat was de eerste lap. En ik moet die bochten veel scherper nemen. Ik wil driften, maar ik...
Hier misschien wat scherper. Boe! Ja, dat werkt. Ik tik hem bijna van de baan. Hatsee! Stijg bijna op. Het is geen slechte auto, dit. Dat moet ik toch bekennen. Nou neem ik de bochten scherp. Boe! Dat was in ieder geval beter dan te wijd. Als je dit allemaal zuiver kan driften, is het wel bruto. Als je het allemaal kan linken. We gaan linksaf. Kijk. Oh, dit. Nee. Op zich zou er niet heel veel fout kunnen gaan, nou. Gewoon lekker door blijven karren. Ik heb nog een hoop boosters. Oh, ik remde veel te laat. Oh, daar heb je Johnny, die mij even rustig voorbij komt driften. Nee. Oh. Ik doe hem van de baan. Ja, zullen we zo meteen even kijken wat mensen gemaakt hebben? Ik denk dat we dat gaan doen. Ik ben nieuwsgierig. Ik weet niet hoe groot de community is van deze game. Maar het feit dat je dus gewoon je eigen banen kan maken is vaak wel echt een flink pluspunt. En dat trekt wel mensen aan. Echt toch een beetje dat GTA verhaal. Dat de hele community als het ware de game gewoon overneemt. Want zonder die custom races was GTA echt niet meer zo groot als dat het nou is. Het ding met GTA is dat je nou die RP sector hebt. Dus dat is ook weer een beetje een eigen dingetje. En hier is de finish, boys. Onze eerste win van de dag. Werd tijd. Als het goed is, kijken we nou eens een prijsje. En ik moet toegeven, ik ben wel een tikkeltje verslaafd aan lootbox. Of verslaafd is niet juist te horen, maar... Ik vind lootboxes gewoon super nice. What? Ik kan erin kopen. Ik doe het. Schat. Frats, boom! Dat is... Ah, die heb ik dubbel. Ik kan hem sellen of dismantelen. Burn it. The most liked tracks. Oh, what the fuck is dat? Oké. Wat zijn dit voor dingen? Oh my god. Oh, deze is vet gek. Deze is sick. 2500 likes. Is niet eens zo heel erg veel. Ik weet niet of dat er gewoon weinig mensen deze game spelen. Of dat dit nieuwe races zijn. Ik heb geen flauw idee waar je al die custom races moet kunnen starten. Want ze staan niet bij, maar je kan ze hier niet starten. Dus als iemand het weet, dat achter in de comments. Want ik had ook al gekeken bij Quick Mode, maar dat staat er ook niet bij. Dus, I don't know. Het moet mogelijk zijn, maar misschien ben ik gek. We gaan gewoon lekker hier verder. En krijg je hier nog wat andere prijzen? No. Alleen Gears en Freestyle Paradise dingetje. Dat is volgens mij een baan, denk ik. I don't know. Oh, deze baan heet Freestyle Paradise, dus ja. Ik ga rijden met mijn roller toaster. Yes, de traagste auto in mijn collectie volgens mij. Dus hij is wel vet. Hij is gaaf. De Roller Toaster. We gaan nogmaals kijken of er een boost is in het begin. Er moet een boost zijn. 3, 2, 1. Nu. Niks. Er moet een boost zijn. Als iemand het weet, laat achter in de comments. Maar oh, dat ding gaat omlaag als ik een boost. Dat is vet. Zeg je dat? Die broodsnee gaat omlaag. Oh, ik zou even een rechtstuk zoeken. Ik ga het zien. Kijk. Dat is wel grappig. En dit is trouwens een andere baan dan ik dacht. Oh, Jesus, volgens mij is hij crashen. Ja, als je crasht. Dat is heel weinig. Deze baan ken ik niet. Deze locatie ken ik wel. Oké, dat ding kan voor geen meter sturen. Dat weten we ook weer. Hoe wil ik met een broodrooster winnen van een Senna? Echt, dat is even haarfijn uit. Hoe moet dat werken? I don't know. Checkpoint. Het is weer 3 laps. Ik weet niet of ik hier kan cheaten. Lijkt erop van wel. Boost! Ja, op snelheid ga ik het in ieder geval niet redden. Kijk, deze auto kan alsnog best wel snel zijn met die boost. Maar zonder die boost heb ik niks te vertellen. Het is niet voor niks 1 speed. 1 streepje speed. Dat is weinig. En we hebben wel een hele hoop boost dingen die we kunnen gebruiken. Dat is 1 voordeel. Oh! Kijk, maar sommige auto's hebben maar 1 ding rechtsonder. Hier hebben we er meerdere. Dus dat scheelt. Alleen die moeten ook gewoon opladen. Dus uiteindelijk... Hop! Let's go, baby! Oh, en daar is Joey. Dude, echt. Ik lijkt zo snel te gaan. Dan komen ze mij zo casual voorbij rijden. Weet je wat? Laten we ervan genieten. Zolang we eerst rijden, is het mooi. En we rijden al tweede. Brrr, baby! Ik moet eigenlijk van de baan afduwen. Dat is waarschijnlijk mijn beste poging. Mijn beste kans. Hij is zo snel, jongen. Het is niet eens grappig meer.
Kan ik hem ergens überhaupt van de baan afduwen? Ik zou niet... Oh my god. Ik zou niet weten waar. Misschien hier. Als je daar weer de baan op gaat. Dat scheelt dat ook weinig. En hier naar rechts of naar links duw. Oh, nou missen we allebei de... Nee! No! Dan heb ik mezelf genaaid. Nee! Oh my god. Ik heb mezelf genaaid. Are you kidding me? Er is nog steeds hoop. Misschien zijn deze auto's minder snel. Oh, ga weg! Ga weg! Ik moet mijn boost even opsparen. Dan gaan we hier naar links. Ik snij een tikkeltje af. Let er niet op. Let's go, baby! Go on, yes! Holy shit, dat scheelde weinig. Ik hoorde die auto achter mij. Oh my god. Waar is die Senna geëindigd? Kan ik dat zien? Hij is 10e geëindigd. Oeh. I did that. Ai, 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 ai. Van de eerste naar 10e. Hey, het werkte wel. Het ging niet helemaal zoals ik had gehoopt. Maar het werkt wel. Ja, ik heb net voldoende voor één box. Ik weet echt niet wat je anders met die dingen kan doen. Geen flauw idee. Dus dit is onze laatste opening voor vandaag. Wat gaat het zijn, jongens? Eenmaal allemaal. Die heb ik al. Volgens mij, als ik hem sell, hebben wij net voldoende muntjes om er nog één te openen. Let's see. Klopt dat? Eenmaal andermaal. Yes. We hebben er 685 nou. 500 voor een box. Als boom. De allerlaatste. Nogmaals, heb je genoten van deze video? Drop ons een like hier. Abonneer of meer. Klik op de bel. En de prijs van vandaag gaat zijn... Boop. Die hebben we ook al. Hoeveel auto's zijn er dat ik twee keer back-to-back een duplicate krijg? Maatje. En nogmaals, ik krijg nou niet genoeg punten. Dus ik ga het hierbij laten. Net 15 punten tekort. Vond je een leuke video? Drop een like. Abonneer of meer. Klik op de bel. En hopelijk tot al snel. Houdoe.